Ja, dan kom je naar de Kuip en dan sta je met 2-0 achter. Uh, ik moet zeggen, uh, we hadden wel een goed gevoel, maar uh, ja, dan kom je achter, 2-0. Het mooie was uh, dat we het gevoel hadden dat er meer te halen was in die wedstrijd. En uh, dat werd in de kledingkamer ook uh, duidelijk aangegeven. We hadden de trainer, uh, Joeks, die, uh, die zei in de rust van... ...joh, luister, de wedstrijd is niet uh, gespeeld. Nou, dat bleek. Uh, na de rust kwamen we terug... Dus er was echt nog steeds, ondanks de tussenstand, een gevoel, wij kunnen hier gewoon winnen? Ja, ja, ja. na die 2-1, we kwamen terug. Toen zeiden we ook gelijk van, en nu gaan we door. En nu gaan we er overheen ook. En uh, dat gevoel, dat had je. We waren ook de betere. Ja, en uiteindelijk uh, maak je dan ook snel de 2-2. En dat, uh, ja, dat gaf nog meer een boost van, uh, die wedstrijd moeten we pakken. En jij als echte Spartaan, was dat voor jou nog een speciaal gevoel om daar te winnen? Ja, in de Kuip winnen is het natuurlijk het mooiste wat er is. En zeker voor een Spartaan.